oranje. Wat hebben jullie gekocht? Ja, van die pijlen, dat is dan dat je, dan schiet je hem omhoog en dan komen er van die hartjes. Love is in the air. Ja, en ja, van die pijlen, er komen allemaal verschillende vormen komen ze zeg maar uit. Deze, ja. Komen er allemaal verschillende vormpjes en zo komen eruit. En nog een klein, zeg maar klein, die kleine pijltjes en rotjes en zo. Welk vuurwerk is nou het populairst dit jaar? Nou, pakketten zijn altijd erg in trek en dat blijft ook zo. Pakketten worden steeds groter en worden ook steeds duurder. En de 500 grams cake, zeg maar, bedoel, dat is dan van de laatste 3 jaar, dat is nieuw. Dat is er zoveel kruid in mag in die cakes en dat is ook iets wat ons aantrekt. Hoeveel geld heeft u ongeveer te besteden voor het vuurwerk? Ik denk zo rond de 100 euro. Dat is weer genoeg voor het jaar. Dus, Ongeveer 40 euro. 20 euro. Dat vindt u een mooi bedrag? Dat vind ik mooi genoeg. Ja, ik vind eigenlijk het zonde van al het vuurwerk wat verstoken wordt. 70 euro. Dus. Vind je niet zonde? Nou, op zich wel, maar het moet wel ergens aan uitgegeven worden. Ja, niet liever een computerspel gekocht? Of? Oh, nee hoor. Die heb ik vorige week nog gekocht. Dus, Het lijkt wel heel goed te gaan. Dus wat de recessie aangaat, zeg maar, lijkt het dat het op een of andere manier geen invloed heeft op het vuurwerk. Dat moet je dan net niet op gaan nemen natuurlijk, dat kan er niet. En kan je nou ook wachten tot oudjaarsdag? Ik kan wel wachten. Ja, misschien stiekem, maar ik doe het woensdag. En dat vindt u ook wel goed, eentje alvast eventjes van tevoren? Nou, ik denk het wel. Stiekem. Zo was het vroeger ook, dus ik ken dat.